Leuk dat je kijkt, mijn naam is Max, maar dat wist je inmiddels al waarschijnlijk. Het is vandaag vrijdag 24 mei. Dat betekent dat het vandaag precies 29 jaar geleden is dat de Ajax de Champions League won. Nee, zonder rollen. Dat betekent dat we vandaag nog precies 9 dagen te gaan hebben tot de shoot. Dat volgende week zaterdag is de shoot. Het zit er bijna op en ik moet zeggen, al heb ik het niet zwaar, al heb ik niet heel veel honger, al heb ik niet dat ik heel laag in mijn energie zit, ik ben toch wel gewoon blij als het erop zit. Ik eet nog steeds gewoon elke dag de dingen die ik lekker vind en wat ik zeg, ook niet echt energiedips, alleen ik heb gewoon zin om zeg maar gewoon wakker te worden en te denken van oké, waar heb ik zin in, wat wil ik eten en dat dan ook daadwerkelijk gaan eten. En nu doe ik dat ook wel, alleen nu ben ik dan toch de hele tijd bezig met oké, als ik dit eet dan moet ik later op de dag moet ik dit minderen, want ik zit nog steeds in die 2300 calorieën vast en daar ben ik gewoon een beetje klaar mee dat ik er rekening mee moet houden. Je ziet nu trouwens even een shape update van vanochtend in beeld. Ik woog vanochtend 76,5 kilo, dus dat betekent dat er nu in kleine 8 weken om precies te zijn, nou ja, toch een kleine 7 kilo af is. Dus dat is best lekker. Shape, ja, vind ik, zag er best wel prima uit. Ik ben best wel tevreden. En ik heb het een aantal video's geleden ook al gezegd dat ik er toen over na zat te denken van oké, ga ik wel zo droog worden als dat ik in het begin voor ogen had. Ik moet zeggen, ik begin nu wel redelijk in de buurt te komen van een shape waarvan ik denk, nou, shoot waardig. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Verder is het vandaag vrijdag. Dus we gaan ook gewoon weer lekker trainen. Er staat een upper body training op de planning. Ik train nu de laatste paar weken maar 4 keer in de week. Dus dan doe ik, ja, tegenwoordig de afgelopen paar keer denk ik gewoon upper lower. Een bakje koffie tik ik even naar achter. En dan terwijl je naar die training kijkt, zal ik je nog even een update geven over hoe het de laatste tijd, ja, met mijn prestatie in de sportschool gaat, met mijn kracht gaat. En kan je in de tussentijd even kijken naar de upper body training die ik ga doen. Yes, en ben je nou benieuwd naar de hele training? Dus het aantal sets wat ik bij elke oefening doe, welke rep range ik werk. Ik zal de hele training even beneden in de beschrijving zetten. Zoals ik al zei, wilde ik het nu gewoon even hebben over, nou ja, mijn kracht in de sportschool en mijn progressie op het gebied daarvan de afgelopen weken. En dat gaat eigenlijk, om eerlijk te zijn, best wel goed. Ik had op een gegeven moment, toen ik denk ik op een week of 4 zat of zo, dat ik even een dippie had. Dat zei ik toen ook in een van die video's van oké, ja, mijn kracht gaat nu echt achteruit. Dan had ik ook echt anderhalve week of zo dat mijn, nou ja, kracht in de sportschool echt best wel flink naar beneden ging. En eigenlijk het kantelpunt erop was, nou, ik ga het gewoon vertellen ook, fuck it. Ik ging met Tess trainen, Tess mijn vriendin. En wij trainen eigenlijk nooit samen. En zij ging een keer met mij mee trainen bij Supergym, zeg maar. En toen, gewoon upper body hadden we getraind. Dus toen dacht ik van, ik moet me wel een beetje gaan uitsloven, toch? Dus toen deed ik met alles, deed ik opeens weer zwaarder dan dat ik de training daarvoor had gedaan, zeg maar. En ik weet niet, sinds die training had ik zoiets van, oké, als ik me dus echt kwaad maak, dan kan ik die gewichten dus gewoon nog steeds tillen. En sindsdien is mijn kracht eigenlijk, nou ja, die trainingen daarna iets omhoog gegaan weer. En nu gewoon weer redelijk gelijk gebleven. En is het, ja, niet verder naar beneden gezakt. En soms heb je gewoon even dingen nodig of zo, dat je die sportschool inloopt en dat je gewoon even boos moet worden of jezelf even, ja, weet ik veel, een beetje gek moet maken of zo, om die gewichten gewoon op te tillen. En kijk, tuurlijk, dat merk ik nu wel, doordat ik gewoon zo lang in een calorietekort zit, merk ik gewoon dat ik tijdens mijn trainingen gewoon net even wat minder energie heb, weet je wel. Dat het gewoon wat meer moeite kost om, die kracht dus te leveren. Maar ik merk dus wel dat als ik gewoon oortjes in heb, muziek aan, rammen, focus erop. En ik ben dus echt kwaad maak, dan lukt het me nog steeds wel gewoon om, ja, hetzelfde te liften als wat ik bijvoorbeeld aan het begin van deze droogtrainperiode deed. Het is niet gek als je kracht in de loop van de weken een beetje naar beneden gaat. Alleen, ja, wat ik zelf heb gemerkt is dat ik misschien, ja, iets te makkelijk dacht van, oh ja, ik ben aan het droogtrainen, ik zit in een calorietekort, mijn kracht gaat naar beneden. Dus ik kan even, weet ik veel, per oefening gewoon allemaal net even wat minder doen dan dat ik deed, weet je wel. Ook met de gedachte in mijn achterhoofd, nou, spiermassa ga ik waarschijnlijk toch bijna niet aanmaken. Terwijl het is juist belangrijk om spiermassa vast te houden, om gewoon zo zwaar mogelijk te blijven trainen. Dus gewoon zo zwaar mogelijk gewicht, tuurlijk met een goede vorm, zoveel mogelijk herhalingen en eigenlijk, ja, alles eraan doen om ervoor te zorgen dat die trainingsprikkel gewoon hetzelfde blijft als in je bulk. En wat ik zeg, ik heb gemerkt dat vanaf ik die halverwege update video heb gemaakt en ik toen gewoon, ja, weer begon met oké, ik kan dus wel gewoon nog steeds hetzelfde liften als wat ik hiervoor deed, dat eigenlijk gewoon is gebleven. Dus weet je, dat is een tip die ik hierbij zou willen meegeven. Neem niet te snel genoegen met het feit dat je kracht achteruit gaat, maar blijf gewoon lekker zwaar en hard trainen. Dan was dit in ieder geval het trainingsgedeelte. Ik hoop dat je iets aan deze training hebt gehad. Nogmaals, de hele training staat in de beschrijving. We gaan wel lekker door met het laatste gedeelte van de video. Daarin wil ik eigenlijk nog even wat vertellen.
Oké, zoals ik dus in het begin van de video ook al zei, zijn deze dagen de laatste loodjes. Want volgende week zaterdag is dus al de shoot, dus nog 9 dagen. En zoals ik net ook al zei, heb ik gedurende het proces er niet echt moeite mee gehad. Heb ik niet echt heel veel honger ervaren of dat ik laag in mijn energie zat of zo. Ging het me in principe vrij makkelijk af. Dat komt natuurlijk omdat ik gewoon een aantal trucjes heb gebruikt die het voor mezelf gewoon wat makkelijker hebben gemaakt. Zo deed ik elke dag een intermittent fasting, wat het voor mij heel makkelijk maakt. Zo had ik elke dag gewoon de dingen die ik lekker vind, deed ik aan flexibel diëten en zorgde ik ervoor dat ik elke avond gewoon nog een grote, vullende, lekkere maaltijd had na het eten, zodat ik s'avonds niet ging snaaien. En dat zijn allemaal trucjes die ervoor zorgen dat ik het makkelijker volhield. Maar ik denk het belangrijkste trucje, gewoon het belangrijkste ding wat ervoor heeft gezorgd dat ik gewoon zonder moeite deze, tot nu toe 8 weken ben doorgekomen, is dat ik gewoon een vast en concreet doel en eindpunt had om naartoe te werken. Dat is de voornaamste reden dat ik die fotoshoot voor mezelf heb ingepland. En tuurlijk komen daar dan mooie foto's uit die ik op Insta kan plaatsen. Het is goed voor mijn marketing en zo. Tuurlijk is zo. Alleen de voornaamste reden dat ik een fotoshoot heb geplaatst is gewoon om als eindpunt om naartoe te werken en als stok achter de deur. Dit is het derde jaar op rij dat ik zo'n fotoshoot doe. En hoe ik het vroeger altijd deed daarvoor, was altijd gewoon van oké, het is nu maart, april, ik ga wat beginnen met droog trainen. En dan wil ik van de zomer iets droger zijn. Had ik niet een vast concreet eindpunt of zo, heel af en toe een vakantie, maar het was niks concreet, snap je? En tuurlijk verloor ik dan wel iets vet. Alleen lang niet zoveel als nu en zag ik er lang niet zo goed uit als nu. En dat komt omdat er gewoon heel vaak in een droogtraintraject zitten er een aantal momenten waarop het een beetje op het randje zit van oké, ga ik nu cheaten? Geef ik mezelf er helemaal aan over? Maak ik er even goed gezegd één grote tering ben van vandaag? Of hou ik me aan het plan? Blijf ik even consistent? En zet ik even dat stemmetje in mijn hoofd uit die zegt van het kan wel. Snap je? En als je geen vast en concreet eindpunt hebt om naartoe te werken, en ik heb het dus zelf ervaren van vroeger, dan ga je toch iets makkelijker af en toe die keuzes maken van kan wel. Om het even als voorbeeld te nemen. Vorig weekend, toen belde een vriend van mij, belde me op, die zegt van joh, ga je vandaag mee naar het strand? Dat was dan weer de eerste lekkere dag hier in Nederland. En je weet hoe wij Nederlanders zijn, bij 20 graden gaan we gelijk naar het strand. Zeker wij hier in Den Haag die aan de zee wonen. Als ik niet volgende week een fotoshoot had gehad, had ik waarschijnlijk gezegd ja, is goed, doen we. Dan ga ik daar gezellig zitten, ga ik de hele tijd biertjes lopen drinken. Nou, komt er staan nachos op tafel, een stokbroodje en daarna is het van pol, we hebben honger, we gaan even bij de Mac zitten. Zit je zo aan 5.000-6.000 calorieën, heb je anderhalf, twee weken progressie, heb je gewoon weggegooid. Nu zei ik tegen hem van joh, maat, klinkt heel gezellig, sorry, maar ik ga het even niet doen. Ik ga het mezelf niet onnodig moeilijk maken. Ik heb over 2 weken die fotoshoot en ik blijf gewoon even thuis. Zei hij ook van joh, snap ik, geen probleem, dan volgende keer weer. Maar dat zijn wel de keuzes die ervoor zorgen van oké, ga ik iets van vet verliezen? Of zorg ik ervoor dat ik gewoon echt in top shape kom, zeg maar, snap je? En ik weet zeker dat als ik nu niet die fotoshoot had gehad, dat ik tegen hem had gezegd van ja, is goed, ik ga wel even mee naar het strand. En dan is het dat weekend het strand waarbij je een week progressie overhoop hebt gegooid. Een week daarna is het een verjaardag, een week daarna is het uit eten gaan, snap je? Zo zijn er elke keer dingen waar je dan een beetje op het randje zit van ga ik het doen, ga ik het niet doen? En als je geen concreet eindpunt hebt om naartoe te werken, dan ben je veel sneller geneigd om te zeggen van weet je wat, fuck it vandaag. En ga je niet dichter bij je doel komen, omdat je dan elke keer in die ene dag of in dat ene weekend je hele progressie overhoop gooit. En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik heb deze droogtrainperiode ook gewoon gezopen en ben uit eten geweest een paar keer. Maar dat was allemaal wel redelijk aan het begin. Ik ga gewoon niet mijn laatste 2-3 weken dat soort dingetjes nog doen. En als ik dat dan deed, als ik bijvoorbeeld een feestje had of bijvoorbeeld met Koningsdag, dan zorgde ik er wel voor dat ik daar die dag en misschien zelfs wel de dag ervoor qua maaltijd en calorieën een beetje omheen had gewerkt, zodat ik dus niet gelijk heel mijn progressie overhoop gooi. Dus weet je, je kan heel veel mooie trucjes kan je verzinnen, maar ik denk het belangrijkste trucje om het gewoon vol te houden en om het echt, ja, wat ik zeg, om echt in top shape te komen, is stel gewoon een concreet doel en eindpunt om naartoe te werken. En dan nog kan je dus allemaal trucjes hebben die het je makkelijker gaan maken. Kan een heel mooi doel hebben, maar daar hoort ook gewoon een stukje discipline bij. En nou wil ik je niet heel tof gaan zitten doen voor ik heb discipline en kijk mij even stoer zijn of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Alleen, ik heb wel gewoon gemerkt bij mezelf, en dat is niet alleen bij deze droogtrainperiode zo, maar de afgelopen jaren ook, dat als ik eenmaal een doel heb gesteld, dat ik daar ook wel gewoon 100% voor ga. En dat ik dan ook gewoon, ook omdat het een stok achter de deur is, maar dan heb ik zoiets van, deze fotoshoot staat gepland. Ik ben hier nu 2 maanden voor aan het droogtrainen. En dan ga ik fucking ripped op die foto staan ook. Snap je? Dat heb ik de afgelopen jaren ook gehad. Dus tuurlijk is het een beetje een stok achter de deur. Maar ja, weet je, het zijn ook gewoon kleine dingen waarmee je discipline een beetje kan trainen, weet je wel. Kijk, ik hoor dan wel eens van, ik vind het dan lastig als ik s'avonds op de bank lig om, uit die kastjes te blijven. En dan ga ik snaaien en zo. Ik krijg allemaal zin in koekjes.
En dan voel ik me daarna weer schuldig. Als je dit soort dingen ervaart, wat helemaal niet raar is, want vroeger had ik dat ook. En dat is dus ook weer wat ik zeg, omdat je dan geen concreet doel hebt, dat je dan wat moeilijker kan zeggen van je strikt blijven, want dan denk je misschien van ja, waar doe ik het voor? Daag jezelf af en toe gewoon een beetje uit. Dus als je dus op zo'n punt zit en je hebt zoiets van oké, ik vind het lastig om, weet ik veel, me s'avonds in te houden of zo. Zeg niet van ik mag vanaf nu helemaal geen koekjes meer of zo. Probeer het gewoon één avond. En waarschijnlijk als je die ene avond zegt van nee, ik ga niet die koekjes eten, ik neem gewoon de maaltijd die ik van tevoren had gepland, bijvoorbeeld kwark of zo, dan lig je waarschijnlijk s'avonds in bed en dan denk je, toch wel trots dat ik inderdaad van die koekjes op ben gebleven. Terwijl anders heb je misschien zoiets van, ja, fuck, zie je wel, weer niet gelukt. En weet je, ik ben er nu toch overheen gegaan. Morgen maakt het ook niet meer uit. En dan ben je weer terug bij af. Je kan heel veel trucjes gebruiken die het jezelf makkelijker maken. Zoals intermittent fasting, zoals flexibel diëten. Alleen de twee belangrijkste dingen die ervoor gaan zorgen dat jij echt in top shape komt, is stel een concreet doel en zorg ervoor dat je gedurende dat proces zoveel mogelijk, nou ja, consistent en gedisciplineerd blijft. En je denkt misschien van ja, dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het begint gewoon met die hele kleine dingen. En wat ik zeg, ik heb een paar keer, niet heel vaak, maar af en toe ook gecheat deze droogtrainperiode. Dat ik er net 100, 200, misschien 300 calorieën boven ben gekomen. Maar dat is niet erg, omdat ik weet van oké, als ik het vandaag verneuk, pak ik het morgen weer op. En waar het heel vaak fout gaat, is dat mensen denken, ja, ik heb het vandaag verneukt, ik begin maandag wel weer. En dat dan op een woensdag of zo, weet je wel. Dus zit je dit te kijken en wil je ook gewoon echt in top shape komen? Dit zijn dingen die er voor mij in ieder geval voor hebben gezorgd dat ik de afgelopen jaren gewoon toch wel redelijke shape op die fotoshoots heb gestaan. En dat ik nu, al ben ik denk ik niet zo droog als vorig jaar, dat ik er toch wel trots op ben dat ik deze shape bijna heb bereikt. Klinkt nu echt alsof we er al zijn, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Volgende week komt de laatste week en in die allerlaatste week gaan we de hele boel op zijn kop zetten. Ik ga heel veel dingen anders doen dan wat ik de afgelopen week heb gedaan. Eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat ik op die dag van die shoot zo goed mogelijk op die foto sta. En ik ga met een aantal dingen ga ik werken. Ik heb dat vorig jaar ook gedaan en hoe ik dat allemaal precies ga doen en hoe die week er precies uit gaat zien, dat wil je sowieso niet missen. Dus abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Maar dat ga je in de volgende video zien. Ik ga de aankomende video's ga ik gewoon heel die week laten zien van wat ik allemaal eet, drink, hoe ik het ga doen en hoe ik ervoor ga zorgen dat ik dus echt in de best mogelijke shape op die foto sta volgende week. Dus wat ik zeg, als jij nog niet geabonneerd bent, doe het dan heel snel. Doe even een duimpje omhoog. Als je deze video leuk vond, dan was dit hem voor vandaag. En zou ik zeggen, hou het in de gaten, want de volgende video's wil je sowieso niet missen. Dit was hem, ik check je in de volgende weer. Mazzel!